Ja, goedemorgen. Van harte welkom, beste mensen. Wat fijn om te zien dat jullie nu al zo met elkaar in gesprek zijn. Dat gaan we natuurlijk ontzettend stimuleren. Meer dan 180.000 mensen in gemeenteland. Daar zit heel veel onbenut talent tussen. Ga dat talent beter benutten. En het is niet alleen op persoonsniveau, maar ook op vaardighedenniveau. Want als je dat gaat doen, dan weet ik zeker dat je het befaamde jeukwoord krapte voorlopig niet meer hoeft te gebruiken. En dan vind ik het ook wel interessant van wat doen we nou met al die voorbeelden? Want ze worden nu geponeerd en mensen halen dat aan. Nou, eigenlijk zou je met een beperkt aantal gemeenten, zou je dit veel meer moeten delen. Er liggen gewoon heel veel voordelen. We hebben echt een innovatief wervingsconcept waar elke gemeente nu mee aan de slag zou kunnen. Hoe het daadwerkelijk gaat uitwerken, gaan we monitoren, evalueren en dan houden we iedereen van op de hoogte. En dan hopen we dat we dat vuurtje brandend kunnen houden. Nou ja, we hopen dat dit het mooie startschot is. We hebben con-collega's ook uitgenodigd om met ons te sparren. Vrijblijvend, want we moeten het toch samen met elkaar doen. Uit de reacties op ons verhaal hebben we al veel haakjes gehoord en gezien. Dus we denken dat het niet alleen bij dit startschot blijft, maar dat anderen hier echt wel gebruik van gaan maken. Het is voor mij eigenlijk de eerste keer en mochten allemaal inspiratiesessies bijwonen. Waaronder de eentje van onboarding van de gemeente Den Haag. Heel interessant van hoe zij door middel van storytelling eigenlijk hun onboarding vormgeven. En ik vond het eigenlijk wel interessant om dat mee te maken en te zien van hoe doen andere gemeentes het en hoe kunnen wij dat bij onze gemeente eventueel gebruiken. De derde editie van de Dag van de Arbeidsmarkt was één groot feest vol inspiratie. 5 juni 2025 zijn we er weer.